De tibialis anterior. Nou, uh, dit is een spier die aan de voorzijde van ons scheenbeen zit. Uh, ik ga je zo een stukje anatomie laten zien. Ik ga je vertellen wat de functie van deze spier is en welke vervelende klachten je hiervan kan krijgen. Ik zou zeggen, kijk even mee in deze video. Nou, de tibialis anterior. We zien hier de spier lopen. Hij zit hier vast aan de scheenbeen. Zie je als ik die lager weghalen? Dit is een scheenbeen hier. Als ik hem terug ga leggen, dan zie je hier dat hij met een pees vasthecht aan de scheenbeen. Uiteindelijk loopt hij over in spiervezels. Het is een vrij platte spier. Hij loopt uit naar smal hier naar beneden. loopt hij over in een pees. En dan ga ik hem even naar, naar voren halen. En hij verhecht vast hier aan een metazale. aan dit botje. Ik ga hem nu dan neerleggen, die spier. Komt hij aan. Daar hecht hij aan vast. Zoals je ziet. Meter, metersale 1. Zie je het? Dus dit is een stukje space, het gele. Naar boven loopt hij door. Tot, tot, uh, tot naar boven toe. Verder naar boven. En hij echt vast hier aan je scheenbeen. Um, die spier is een vrij platte spier. En als hij dus aanspant, dan kun je je voorstellen. Als, dit, als deze spier contraheert, samentrekt. Dan trekt hij je voet omhoog. Dus hij maakt een. Doorzaal flexiebeweging, dus omhoog trekken van de voet, en um, een inversiebeweging, dus hij, hij trekt ook de voet die kant op, dus een inversiebeweging, dus dat zijn de functies: doorzaal flexie optrekken van de voet, en inversiebeweging, dus het kantel eigenlijk van de voet, want hij trekt hem als zwaar omhoog, dus een beetje die kant op en een beetje omhoog. Oké, okay, we kunnen een aantal. Um, Problemen klachten krijgen van die Tibias anterior. Een van die klachten is lokale pijn. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan de overbelasting van die spier. Door rennen of door springen hè? of een scheurtje erin. Dan, dan kun je lokale pijn krijgen hier. We kunnen een referred pijn krijgen, kom ik daar ook nog op terug in een ander programma. Maar dan straalt hij, straalt hij eigenlijk door in het verlengde van de, van de spier, piece, zeg maar. Dus dan kunnen we ook pijn in de grote teen krijgen. Ja, het klinkt raar, maar ja, we kunnen dus pijn. Het dat dat probleem hier zit en uitstraalt naar de grote teen en we kunnen het compartimentsyndroom krijgen. Nou, ik ga je even meenemen naar een andere afbeelding. Laat ik je zien wat het compartiment eigenlijk in het scheenbeen is. Oké, okay, een van de klachten die uh, de tibialis anterior kan veroorzaken is het compartimentsyndroom. En wat houdt het eigenlijk precies in? Uh, het compartimentsyndroom. Uh, het staat dus uit compartimenten. En zoals je ziet hebben we hier de achterzijde van de kuit. Dat is, dat is eigenlijk één compartiment. Uh, hier een beetje in het midden is een compartiment. Uh, de buitenkant is een compartiment. En het voorste deel, dat is eigenlijk waar we het nu over gaan hebben. Dat is het compartiment waar de tibialis anterior in zit. De extensor digitorum longus. En de extensor hallucis longus. Dus nogmaals... De tibialis anterior zit in deze ruimte, de extensor digitorum longus en de extensor hallucis longus zit in deze ruimte. En op het moment dat we onze scheenbeen bijvoorbeeld breken, of we moeten daar een operatie onder gaan, of we overbelasten deze spier um, in één keer te heftig, dan, dan zetten die spieren zet die eigenlijk uit. En dat vlies wat hier omheen zit, dus dit vlies hier, wat om die spier heen zit, die kan dan niet weg. En... Um, ja, eigenlijk ontstaat er een hele hoge druk in dat gebied. En um, ja, we kunnen dat in die druk dus meten. Een, een sportarts of een arts kan die druk meten. En dan kunnen we dus bepalen of we een korte compartimentsyndroom daar hebben. Het compartimentsyndroom wordt ook wel het lorge syndroom genoemd. Nou, we kunnen dit compartimentsyndroom dus onderdelen in twee fases, eigenlijk: het acute compartimentsyndroom en het chronische compartimentsyndroom. Het acute is echt gevaarlijk. Dit komt omdat de druk intern hier ineens fix toeneemt, dus heel snel toeneemt. Uh, er ontstaat zuurstoftekort in deze ruimte. Het gevolg is dat zenuwen en spieren ja, kunnen afsterven en uh, ja met alle gevolgen van dien. Dus wanneer je dit uh, hebt, hè, of de fysio ontdekt dit, moet die altijd doorgestuurd worden. Moet jij altijd doorgestuurd worden naar de specialist, want um, ja dan moeten ze het direct iets aan doen. En wat doen ze dan vaak? Hè? Want dan gaan ze vaak opereren. Overigens ook bij chronische compartimenten. Daarom doen ze opereren. Dat is afhankelijk van uh, ja, of, of, of het middel, middels fysiotherapie wil herstellen. Maar als ze gaan opereren, gaan ze hier het vlies opensnijden. Dus gaan ze vanaf lateraal, vanaf de buitenkant, gaan ze incisie maken. Ze gaan hier naar binnen en het compartiment wat aangedaan is. Hè, dus in dit geval hier ervoor, gaan ze naar binnen en dan gaan ze hier een incisie in maken. Dus openmaken, door eigenlijk de druk. Uh, uit het compartiment gaat en in heel veel gevallen klachten weggaan. Dus nogmaals, bij uh, het acute doorsturen naar specialist, bij het chronische, um, die kunnen we wel behandelen. Het klinkt gek, maar het chronische is: uh, kom, het chronische compartiment komt vaak door overbelasting. Hè, dus door bijvoorbeeld een, een toename van uh, uh, de renbelasting, hè, dat je in één keer. Lang afstand met een hardlopen. Er ontstaat een overbelasting in die spier, in dat compartiment. En eh, er ontstaat te weinig ruimte, waardoor we eigenlijk een, um, ja, pijn krijgen daar. En um, vaak zien we als je contact opneemt met de fysiotherapeut, die gaat je uh, rust voorschrijven in combinatie met revalideren, hè, dus langzaam de belastbaarheid opbouwen. En dan zien we dat uh, in veel gevallen die uh, chronische compartimentsyndroom, zeg maar, dat dat gewoon opgelost kan worden. En mocht dat niet opgelost worden, kan het eventueel met een operatieve ingreep, maar dat willen we natuurlijk altijd voorkomen. Nou, kijk nog even mee naar het programma over triggerpoints. Oké, okay, ik wil je ook nog even laten zien waarom je ook klachten kunt krijgen dus in je grote teen. Het is niet helemaal duidelijk, maar hier rechts in de video zie je dus het blau de blauwe uitstraling. Het probleem zit dus in die tibialis anterior hè, door overbelasting. En we zien vaak dat hier triggerpoints in kunnen komen, dus door overbelasting. Triggerpoints zijn kleine spierknopjes die zich ophopen binnen de spiervezel, die drukken eigenlijk als het ware de bloedvaatjes dicht en daardoor kan er niet genoeg zuurstof energie bij de spier komen met als gevolg dat er um, triggerpoints ontstaan en die triggerpoints kunnen referred painpatronen geven, dus uitstralende pijnpatronen, naar bijvoorbeeld het onderbeen verder naar beneden toe en zelfs naar onze grote teen hier. Je ziet niet heel, heel goed het plaatje, maar hij kan dus helemaal doorstralen tot onze grote teen. Nogmaals, je moet dus de oorzaak aanpakken, de oorzaak zit dus hier in het scheenbeen en niet in je grote teen, dus wanneer we dus in de grote teen gaan behandelen, ja, lossen we de klachten niet op. Dus Belangrijk is om gedegen onderzoek te doen en goed te kijken ja, waar je klachten vandaan komen. Nou, dit was de video over de tibia's anterior. Onder deze video staat nog meer informatie. Tof dat je gekeken hebt en uh, tot de volgende video. Hoi hoi!